Welkom bij de review van de 12 uur 's nachts contact met demonen video. We zijn weer op pad geweest, het ging niet helemaal top. En kom je nou net van die andere video? Top, heb je die nog niet gezien? Dan zou ik aanraden die eerst te kijken. En om te abonneren op dit kanaal, want we zijn lekker bezig en ik waardeer het. Dus klik even op die abonneerknop. Klik. Dankjewel. Vandaag gaan we ghost hunten op niet één, maar twee verschillende locaties. Ja, want we gingen dus naar een plek waar we een tijdje terug al zijn geweest. Dat zie je niet in deze video, maar wacht. In augustus, tenminste in de zomer van 2020, dus bijna 2 jaar geleden, waren we daar dus al geweest. Ik, Boerik en Daniel, met z'n drieën. Wow, dat is een kerkhof. Bro, is dat een begraafplaats? Ik weet niet chill dat er mensen zijn nou. Kijk dat haar van mij ook daar, wat de hel? Ik vind dit echt heel ziek. En wat een lekker weer, hè? Oh, maar mensen chillen hier binnen. Zag hoe hij naar binnen ging. Ja, alsof hij een meeting had. Ja, man. Oh mijn god. Kijk eens even lopen daar ook, joh. Ja, oh, thee. Er zit sowieso drugs in. Het klinkt wel... Het was hier ook echt bloedheet, dat weet ik nog. En er zaten gewoon random mensen over dat het chillen daar. Kijk even hoe groot het is, gaan. Oh mijn god, maar kijk, we lopen gewoon echt een kapot hoog gebouw, hè. Dat echt kan instorten. Ik besef maar geen dingen. Tijd voor ons om deze enorme, enorme plek te gaan ontdekken. Mega! Kijk, en daar beneden, hier zo, daar staan we die drone te vliegen. Maar het is super groot en het ligt midden in die stad. Het is echt zo weird, maar ook vet tegelijkertijd. En we waren er overdag geweest en 's nachts hadden we dus een heel klein stukje gekeken. Toen waren we bang omdat iemand zagen en zijn we weggerend. Dus we zijn er nooit echt 's nachts geweest. Plus, we doen het natuurlijk aan ghost hunten. En niet alleen. Moet je nou zien staan ook, joh. Dit is dus mijn squad, mijn team waar ik het mee moet doen. En ik zou het ook echt niet anders willen. Oh, dit is top. Jee, ik heb zin in. Het is wel een enge locatie dit, man. Ik ben tering bang, joh. Wow! We moeten weg. Dat heeft Siebe weer leuk gedaan. Lekker geheerd weer, Siebe. Hier, we moeten nu weg. En het vosje is er ook. Yo! Waarom ziet het vosje er vandaag uit? Het is een crimineel. De eerste locatie waar we naartoe rijden. Zoals je ziet, voor ons is het natuurlijk weer zoals altijd 3 uur lang rijden. Behalve dan voor Siebe, het vosje. Die woont in Eindhoven, dus die pikken we daar dan op. En voor hem is maar 1,5 uur of zo, dus hij heeft weer mazzel. Zijn we al een keer geweest? Echter, hebben we hier nooit geghost hunt en hebben we maar een heel klein... Mooi zonsondergang wel. ...gedeelte ontdekt. Wellicht omdat we een beetje bang waren. Is het hek open? Ja. Hey, ik vind het normaal altijd wel chill om ergens te komen dat het dan nog licht is. Weg te gaan en s'avonds later rond 12 uur, als het donker is, weer terug te komen. Dan heb je een beetje een beeld, gewoon qua hoe het eruit ziet overdag. Alleen, iedere keer komen we dus te laat. Want dan spreken we af, oké, zo laat daar. Dan halen we iemand op, rijden we erheen. En eindelijk komen we er altijd net te laat aan. Bijvoorbeeld net als deze keer was het echt net, eigenlijk net donker aan het worden toen we daar kwamen. Een skelet van een vrouw gevonden, midden in het verlaten gebouw. Ja, blijkbaar is er recent een skelet gevonden. Dat is echt grimmig, ouwe. Stel je loopt daar, zie je opeens een mensen-skelet liggen. Gozer, mensen eten hier sowieso stom. Kapot eng. Hij zegt dat ook en niemand reageert erop. Hij zegt mensen eten hier sowieso stom en niemand was zoiets van... Dat is een rare opmerking, Sean. Moet je nagaan hoe erg we al zijn gewend aan die rare opmerkingen. Niet dat er een skelet ligt hierboven. Nee. Ik ben ook niet verbaasd als er nu nog een skelet zit. Ik wil het niet vinden. Ik wil dat ook niet. Dat zeg ik ook niet. Mooi, ik begin nu zo weer dat gevoeletje te krijgen in mijn buik. Het is weer zo vet. Hoe moeten we dat gevoel noemen? Dat gevoel hebben we altijd over. Ja, we hebben het altijd over dat gevoel, zeg maar. Weet je wel, je bent helemaal niet zenuwachtig, je voelt niks. En dan rij je vlak daar in de buurt en dan opeens denk je van wow. En dan krijg je een soort van kippenvel in je buik. En het is gewoon... Kippenvel in je buik? Wat zeg ik nou weer? Gewoon een soort van raar gevoel in je buik. Alsof je bijna van een achtbaan gaat, weet je wel? Dat je denkt van wow. Over me ook de ghost prepare feeling. De ghost prepare feeling. De ghost prepare feeling. Wisten we waar de hoofdingang was en konden we in 1 keer erop afrijden. Maar toen gebeurde er iets wat we niet voorzien hadden. Ja, kijk, dus normaal rij je hier die weg op en dan zie je daar een hek. En het hek zit altijd gewoon open. Want het is ook een soort van, ja, publiekelijk toegang of zo. Wat ik eerlijk gezegd ook wel raar vond, hoor. Want het is ook gewoon gevaarlijk, want het is gewoon een oud gebouw dat op instorten staat. Maar je mocht er gewoon in. De mensen lieten er ook hun hond uit. Werd als een soort van park gebruikt ook deels. Alleen toen gebeurde er dus dit. Oh shit, wat is dat? Oh, dat is beveiliging, Pip. Je kan niet naar binnen. Ja, ga terug. Is dat beveiligd? Ja, die camera. Moet ik even... Ja, dit was raar. Dus toen dacht ik van, shit, ja, dit is 1 ingang. Ik wist dat er nog 2 andere ingangen waren of zo, sowieso.
Maar toen zei Sean opeens dit. Trein lopen en vragen? Je hebt andere plekken waar je naar binnen kan ook, ja. Maar mag je niet naar binnen dan? Blijkbaar niet. Normaal mag je naar binnen. Moet ik vragen aan ze? Sean, waarom durf je dit? Sean, dat scheet aan. Wat is er met Sean aan de hand, hè? Wat dan? Ja, normaal is Sean het bang. Dus het was, ja, ik ga wel even vragen waarom we niet naar binnen mogen. Dus ik, nou, top. Dan weten we dat ook meteen waarom het niet mag. Sean loopt erheen. Vervolgens. Hallo? Fermé, closed. Oh, it's closed? Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Well. Dan vraag je natuurlijk waarom die erheen ging. Waarom is het closed? Want wij zagen allemaal wel dat het dicht was en dat we er niet in konden. Maar hoezo is het dan dicht? Maar dat vroeg je niet. Oké, well, thank you. Bye. Have a nice day. Dus daar heb je helemaal niks aan. Maar waarschijnlijk was hij gewoon in paniek. Hey, kom wat gek. Ja, heel graag. We komen eraan en het is closed. Ja. Maar? Ja, hij zegt ik. Maar vroeg je niet waarom? Nee. Waarom ging je dan? Nou, gewoon om te vragen of het dicht was. Ja, maar even wandelen. Dat zagen wij ook wel. Dat ik heb moeie benen. Ik moest gewoon even het bloed laten stromen. Ja. Waarom heb jij je zonnebril op? Goeie vraag. Oh, deze glazen, het lijkt donker, maar het is eigenlijk niet. We dachten er nog niet. Oh mijn god, ik ga zo stuk. Het is zo goed. Hij heeft nog niks gezegd in die video. Het eerste wat hij zegt is dat. Dan zie je opeens daar zo zitten met die zonnebril. Dat je denkt dan inderdaad, waarom heeft hij die zonnebril? Dan wil hij het gaan uitleggen. En dan wordt hij weggeknipt. Ja, fantastisch. Geweldig. Dat is mijn humor. Niet heel veel bijzonders van. En besloten te kijken of we nog bij een andere ingang misschien wel naar binnen konden sneaken. Er gebeuren zoveel grimmige dingen naar binnen. Is dit politie? Ja. Politie. Nee. Jawel. Ja, is politie. Oh, ja. Ja. Ja, dus die andere ingang moesten we daar dat pad links omhoog naar boven rijden. En heb je daarboven heb je de ingang. Maar precies toen wij aankwamen, kwam er dus een politieauto uitrijden. Heel raar. Die komt daar vandaan. Dit is die andere ingang. Toen we bij een andere ingang... Dus toen dacht ik, oké, dan rijd ik niet meteen naar boven. Want hij ziet achter ons nu van dat wij daarheen zouden rijden. Dus ik reed er langs, keerde om... ingang aankwamen rijden, reed er net een politieauto uit. We besloten rechtdoor te rijden en doen alsof er niks aan de hand was. En de politieauto leek weg te rijden. Oh, oké. Maar goed, hij leek door te rijden. En toen leek hij dus te stoppen en om te keren. En toen dacht ik, oké, dan rijden we gewoon weg. Toen kwam hij voor ons zo staan, poep, en achter ons, poep, politieauto's. Waarschijnlijk waren we al gesignaleerd door de andere auto en door ons Nederlandse kenteken vallen we hier natuurlijk heel erg op. We werden ingesloten door twee politieauto's. Krijgt hij dat niet? Ik heb mijn ID niet mee, man. Mine is in the back. We moesten allemaal... Ze waren van die chagrijnige Frans sprekende Belgen. Nou, prima. Het voordeel was dat we nog niet binnen waren geweest. Want we wilden natuurlijk kijken of ergens anders naar binnen konden sneaken. Alleen, we hebben er nu eigenlijk nog niks fout gedaan. Dus er was ook niet echt paniek of zo. Want ja, we rijden gewoon op een openbare weg. En we hebben niet echt iets gedaan. Dus we werden gecontroleerd. Ik weet niet zo goed waarom. Ze gingen ook onze kofferbak doorzoeken. Namen genoteerd, alles. Waarschijnlijk wisten ze gewoon van, joh, die gasten zijn hier om hier naar binnen te gaan. Het is een populaire plek. Onze ID's of paspoorten laten zien. Siebe had die van hem niet bij zich. Lekker bezig, Forsje. Ja, Siebe heeft zijn paspoort weer niet mee. De Chiaro smoke cannabis? No. En de agenten spraken geen Engels. Dat maakt het allemaal super chill natuurlijk. Ook hebben ze onze achterbak doorzocht. En uiteindelijk hebben we ongeveer een kwartier à 20 minuten hier zo gestaan. Na veel Frans gepraat, mochten we uiteindelijk weg. Hé, dit is frappant, hè? Want de vorige keer dat we waren, mochten we gewoon echt naar binnen. Ja. Denk je niet dat ze iets te verbergen hebben? Ik had in mijn meest gebrekkige Frans-Engels een beetje contact met de agenten. En vroeg ze waarom we er niet in mochten. It's forbidden. Yes. Since when? 2018. Ze zeiden tegen ons... Ja, dus het is al dicht, zegt hij, of verboden, sinds 2018. Wij waren hier, zoals je net zag op die video, in 2020, toen was het volledig open. Niks aan de hand. Iedereen was er gewoon aan het chillen. Het mocht. Waarom was het dicht nu? Dat is een hele interessante vraag. Want kijk, als je het wil afsluiten, dan doe je dat hek dicht. Zet je overal op andere plekken hekken voor, weet je. Dan is het afgesloten en is het dicht. Je gaat niet permanent... 4 politieauto's daar de hele nacht laten staan. Dat doe je, dat is een hele onlogische oplossing. Maar dat betekent dus dat er die avond op dat moment iets aan de hand was daarbinnen, waardoor we neer mochten. Dus weet ik veel, misschien is er wel weer een skelet gevonden. Of was er iets anders aan de hand. Misschien hebben ze wel geesten gezien, I don't know. Maar het was raar. Dat het al 2 jaar verboden was om erin te gaan. Maar wij zijn minder dan 2 jaar geleden erin gegaan. En toen was alles nog open. Ja, toen waren we dus nog steeds in die stad. En toen besloot ik de ghost hunters even te bellen van... Yo, weten jullie nog een interessante plek om heen te gaan? En hij zei,
Blue Christ Church. Geweldig. Vlakbij, ik zeg, klinkt goed, we gaan. Om onszelf bij elkaar te rapen en toch nog naar die andere locatie proberen te gaan. Oh, dit is hem. Dit is hem. Ja, dus we kwamen daar nu dus wederom in het donker aan. Nooit geweest, geen idee hoe je binnenkomt, wat er te zien is. Ja, we wisten dat het een verlaten kerk was, hadden een paar plaatjes gezien en de historie een beetje opgezocht. Dus dat klonk al heel eng. Ja, we waren natuurlijk al bang omdat we net gepakt waren en ja, we zaten er niet lekker in. Van deze locatie wisten we weinig tot helemaal niks. We wisten überhaupt niet of we er naar binnen konden komen, maar we hadden niet veel betere opties meer. Eerste indruk, het zag er eng uit. Het zag er eng uit inderdaad, Jim. Oké, boys, ready? Nee? Nee. Laten we gaan. Elke keer dat ik zeg van, boys, ready? Nee? Oké, laten we gaan. Ja, dus wij lopen om dat gebouw heen. Tenminste, we lopen er langs. Want ja, je weet niet waar je naar binnen kan. En het zag er allemaal best wel goed dicht getimmerd uit. Maar goed, we besloten maar naar de voordeur te lopen. Want dat is de eerste plek waar je begint. En normaal zou je niet eens de voordeur checken. Want ja, die is natuurlijk op slot. Maar ik liep naar de voordeur en ik dacht van, nou, probeer hem gewoon even. Kijk of hij open is. We hielden alle lampen uit om zo min mogelijk op te vallen. En voordat we een plek gingen zoeken om naar binnen te gaan, besloten we eerst even naar de voordeur te lopen. Dat die voordeur gewoon open is. En we hadden inderdaad al onze lampen uit, dus het is, je ziet het niet echt op beeld. Maar ik dacht, nou, ik probeer even dat slot en opeens klik open. Ik dacht echt van, wat is dit? Nou, dat had ik echt zo niet verwacht. Dus ik dacht, oké, kom snel naar binnen. Gaan we binnen staan, kunnen we de lampen aandoen, want dan vallen we niet meer op. Fuck, hij is gewoon open. Ja, ik dacht, ik probeer gewoon de deur. Hè, zo. Hoe de fuck, nee, het ging nog nooit zo makkelijk al. Kom snel naar binnen, door de deur. What the hell, oké. Oh joh, hoezo is die deur open? Ja, en dan, je bent er helemaal niet op voorbereid, dan sta je dus opeens in een mega grote kerk. Nou, dat is gewoon eng. Want je weet gewoon niet wat er is, hoe het eruit ziet, wat je kan verwachten. Je bent bang om betrapt te worden, je bent net al betrapt. Dus het is gewoon, we zaten hoog in onze adrenaline. Laat ik het daarop houden. Misschien willen ze ons hier naar binnen. Kijk die duiven! Holy shit. Ja, dat waren de eerste duiven die ik zag. Dan dacht ik, oh, wat schattig. Maar uiteindelijk bleek dat dus, dit is echt een soort van broedplek voor duiven. Echt niet normaal. Overal zo'n laag duiven scheid op de vloer. Overal lagen dode duiven. Je zag ze allemaal boven zitten op die balken en zo. En je hoorde ook de hele tijd af en zo. Ja, ik ga dat niet doen trouwens nu. Maar je weet wel dat geluid dat een duif maakt. Dat hoor je dan af en toe. Het was heel weird. Een hele rare vibe. Deze lamp is leeg. Deze lamp is leeg. Kom, het gaan. Niet goed. Hallo? Wel grappig dat we bijna al 9 minuten in de video zijn en nu pas binnen zijn bij een verlaten plek. En dat was nog niet saai, toch? Heb jij nog een groet, broer? Oh ja, zo jammer dat Tajula ook niet erbij was. Ik moet ook eerlijk zeggen, hij was niet een verlaten kerk ingegaan. Hij is natuurlijk christelijk en hij volgt niet met dat soort dingen. En hij is lang niet mee geweest, maar dat komt omdat we ook iedere keer nu zijn aan het ghost hunten zijn. En dat wil hij gewoon niet, want hij houdt gewoon niet van ghost hunten. Hij is natuurlijk altijd al bang voor een verlaten plek, maar dat ghost hunten, dat trekt hij gewoon niet. Dus hij kan gewoon echt niet mee. Hij wil wel, maar het lukt hem gewoon echt niet. Maar ik heb nog steeds vertrouwen dat hij ooit nog wel een keer meegaat. Dus we blijven het gewoon proberen en hopen dat hij wel een keer mee wilt, want het blijft natuurlijk altijd wel gewoon leuk met Joel erbij. Ik verwacht dat we nu al binnen zouden staan. We zijn allemaal gewoon een beetje voorbereid, toch? Nu is het totaal nieuw gebied. Kijk, gaat de trap naar boven. Oh ja. Straks is hier iemand in. Nee. Dit is ziek. Ja, tenminste, mijn grootste angst is altijd als je een verlaten plek binnen gaat, dat je dan opeens iemand tegenkomt die daar is. Of die daar slaapt of woont of weet je wel. Dan schrik je echt helemaal kapot natuurlijk. Dus daar ben ik altijd een beetje bang voor. Er zit hier tering van duiven binnen gewoon. Ja, maar komen hier sowieso ook vaker mensen. Ja, dat zou je zeggen. En hier achterin had je dus een klein soort van trappetje die zo omhoog wentelde. Maar dat was een beetje eng, omdat er zaten een soort van scheuren in het steen. Je weet niet hoe oud het is zo. Dus, nou, besloten het alsnog maar te doen. We liepen de torentrap op om te kijken wat er boven zou zijn. Maar hij leek erg instabiel. Goh, ze dit gaat hoog houden. Zo. Oh, dat is tering groot. Ja, dit is hout, man. Wil je even verder kijken nog?
ja, hier bleek het ook over te gaan in houtdeels en zo. Dus het was gewoon echt... Nou, ik was even mijn moed bij elkaar verzamelen en aan het ik zou gaan. En opeens hoorden we voor het gebouw deur... Weg. Dus wij dachten gewoon van, joh, ze zien onze lamp vanaf buiten en ze toeteren van, kom naar buiten of zo. Er staat weer politie voor de deur. Doe Die lamp. Dus wij doen die lamp uit en zo, we wachten beneden. Maar ja, stel er zou inderdaad iemand of iets of politie of zo voor de deur staan, dan gaan we natuurlijk niet bij de voordeur eruit. Dat willen niet gepakt worden. Dus ik dacht van, nou, dan blijven we gewoon binnen. En als ze ons willen pakken, komen ze maar naar binnen. We wisten niet zeker of er naar ons werd getoeterd. Maar als we nu naar buiten zouden gaan, zou als er naar ons werd getoeterd, sowieso op ons gewacht worden. Dus we besloten binnen te blijven. Ik denk dat we onszelf gek maken, man. Dat ja, let's go terug, man. Hey, check. Ik ben een nieuw soort IMF-reader. Ja, dus ik heb een IMF-reader gekocht. Een nieuwe. Dat is, ja, geen idee. Je zag gewoon cool uit. Blijkbaar speciaal voor geesten of zo. Hij doet het alleen niet heel goed, moet ik zeggen. Ik vind de normale eigenlijk chiller. Oh ja, is dat? Ik heb ook een rem. Ja, dus ik geef hem een boerak. Maar als hij een IMF-reader vast heeft, doet hij hem nooit aan. Want hij bang is dat hij ook daadwerkelijk afgaat. Dus daarom, die gaat dus niet aan vanavond. Dus die is niet gebruikt. Luister, kijk dit ding. Dit is een bewegingssensor. Als hier iemand langs loopt, dan gaat hij af. Dit is het geluid dat je hoort als er iemand langs loopt. Dus stel wij lopen er niet langs en je hoort het geluid. Weet je dat het iemand anders was? Hallo, welcome. Ja, dus als je dat ding ergens neerzet en er loopt iemand langs, dan maakt hij dat geluid. Maar hij staat ergens en je hoort het geluid, dan weet je dus dat er iets voorbij is gegaan. Nou ja, dit ding vond ik echt kapot eng. En ik was ook echt als de dood dat hij af zou gaan. Ik heb ook mijn eigen rempot. Ja, ik ben gewoon helemaal stacked up met equipment. Dus ik heb ook een rempot en zo. Ja, top. Dus die gaan we ook even neerzetten. Ik had hem nog nooit zelf gebruikt. Oh, ik dacht dat het iets af. Hij gaat af. Nou, als ik zet hem neer, ik loop weg en letterlijk meteen gaat hij af. Hij gaat gelijk af. Ik heb het ding net nieuw. What the fuck, hoor. Dat is een geest aan het dansen daar, man. Omdat hij al zo snel afging en ik hem net nieuw had, besloot ik hem even aan en uit te zetten om te checken of het niet gewoon een storing was. Kijk, nu gaat hij niet af. Is dat de... Ja, dus ik zette hem aan en uit en ik zette hem weer terug. Ik dacht van, nou, waarschijnlijk was het gewoon een storing. Oh. Maar dan gaat hij weer. Wat zit er bij die fucking rempel? Dat is mijn vraag. Vraag eens of er iemand is. Dit was heel raar. We dachten, we gaan maar een paar vragen stellen. Normaal doen die ghosten dus dat ook. En we hebben niet zoveel ideeën over wat we moeten doen. Nu er inderdaad iets bij die rempel staat. Maar we stoten maar de vraag van... Kan je weggaan? Kan je hem aanraken? Kan je weggaan bij de rempel? Dan, dus hij doet het niet meer. Dus. Raak de rempel aan. Nee, okay. Hij luistert naar je, man. Ik ben weg. Maar goed, normaal hebben we ghost hunters bij ons en dan weten we wat we moeten doen. Wat de fuck doen we nu dat er iets is? Oké, zal ik iets vragen? Is goed. Oké. Knipper twee keer als hier iemand is. Je moet het in het Frans vragen. Oh ja, we zijn wel in de... Maar hij doet... Het was echt letterlijk piep, piep. Dat was twee keer. Dat was twee keer. Precies, dat was twee keer. Deze gaat niet. Wacht. Toen hoorden we iets vallen in de verte. Nou, dat is ook niet chill. Nee, rustig. Dat was geen duif. Ik denk niet, het was een duif. Ik ben mijn pensioen. Daniel die even de rol van Tajula overneemt hier. Wacht, ik wil even kijken of dat ding werkt. En nu wordt het alleen maar raarder en raarder. Wat ding? Ja, en die motion sensor was nog niet afgegaan. Dus ik dacht, nou, even checken of die wel werkt. Dus ik liep er even voor langs om te kijken. En hij doet het. Maar je moet er wel echt heel dichtbij langs lopen. En een hele kleine range. Dus dan weet je van, oké, het is niet een soort van heel wijd spectrum dat hij heeft. Ik wilde vragen of degene waarmee we net contact hadden langs de motion sensor wilde lopen. Maar toen gebeurde er iets heel vreemds. Kan je... Ah, je mond. Ja, hij doet niets. Blijf even rustig. Degene die net ook die rempel aanraakte. Kan je langs de motion sensor lopen?
Dus ik vraag dat en meteen op dat moment hoor je muziek spelen. En het was echt... Ik wist niet zeker of het nou van binnen kwam of van buiten. Het was niet heel hard. Het was een soort van die ijskoolmuziek of kerkmuziek of zo inderdaad. Goeie muziek. What the fuck? Nee, okay, nu waar was dat? Bro, dat is een ijskoolmachine. Die kop van Sean ook altijd. Alle hoofddieren zijn gewoon echt zo goed. Iedereen zit dan in zijn broek te poepen. Dit was ook echt eng. Oh, dit is een orgel. Toch? Zoiets. Ik dacht een orgel. Kan ook een kerktoren zijn, maar ik vind het niet chill hier. Doe rustig aan, doe rustig aan. Oh mijn god. Wat? Nee, dat is grappig. Sean. Mr. Kalm. Ja, nou kijk, Sean maakt nooit grapjes omdat hij heel bang is. Dus als hij dan een grapje maakt, dan geloof je het wel. Kan je dat nog een keer doen? Dus ik vraag, kan je het nog een keer doen? Weer muziek. Dit is gewoon binnen. Is het hier? Ik snap dit nog steeds niet. Dit is zo raar. Echt rustig. Is het echt binnen? What the fuck? Oh. Misschien is dit de reactie van de geest. Kan je de rempel aanraken? Dat is echt direct, ouwe. What the fuck? Ja, dus die rempel doet de hele tijd niks. Ik stel één vraag, kan je hem aanraken? Pep. En toen de muziek weer opeens aanging, hadden Sean, Boerak en Daniel er genoeg van. Wat? Ja, is goed. Lang. Zo. De muziek ging weer aan. Mooi, dus nu gaan we loslaten. Ja, opnieuw. Sorry, hij is weggestopt. Ja, hij ging aan en heel snel weer uit, dus het was ook echt korter deze keer. Het leek wel alsof er gewoon iemand ergens in die kerk zat, die gewoon de muziek aandoet uit, gewoon om ons een beetje bang te maken. Daar leek het wel op. Stop, hij is sneller. Drie keer hij stopt kapot. Ik ben klaar. Nee, ik ben zo lang uit. Sorry. De jongens waren er klaar mee, dus Siebe en ik gingen met z'n tweeën verder. Nou, dat is altijd nog enger natuurlijk, want dan ben je maar met z'n tweeën. Maar ik wilde dus heel graag checken of de stroom erop stond, want die muziek komt ergens vandaan. Dus ik dacht, nou, als die muziek vanuit de kerk komt, moet er de stroom op staan. En ik heb een lichtknopje gezien, een schakelaar, bij die trap. Dus ik dacht, oké, als er inderdaad stroom op staat, werkt die misschien ook wel. Maar ik ging er dus niet vanuit dat die zou werken, omdat ik dacht, ja, die muziek is vast in de kerk, er staat vast geen stroom nog hierop, waarom zou het? Het een en ander uittesten. Zullen we die schakelaar proberen? Ja, is goed. Onderweg naar die schakelaar stond natuurlijk die motion sensor. Hij gaat af, want wij lopen er langs. Wij zijn er heel ver voorbij op dit moment. What the fuck? Loopt iets. Dit was zo eng, ouwe. Hij doet echt maar een zo kleine range. Van als je er langs loopt, dan gaat hij af. Wij lopen er allebei langs, hij gaat af. We zijn echt al bij de deur, echt veel verder. En opeens, hij gaat af. Ja, toen kreeg ik kippenvel, jongen. Oh mijn god. Iets achter ons aan. Jij was al lang al voorbij, toch? Ja, ik was er echt al lang voorbij. Maar toch heb ik dan nog ergens mijn achterhoofd, oké, dat ik denk van, oké, weet je, misschien was het wel gewoon omdat er iets voorbij vloog of zo, of dat die niet goed werkte. Dus ik dacht, nou, weet je, ik wil dit nog een keer horen en dan pas geloof ik het. Maar we gaan eerst die lichtschakelaar. Alsof er iemand meeloopt, gewoon. Alsof er een persoon achter ons aan was. Kijk hier. Erik, als hier nog muziek moet afspelen met stroom, dan moet er toch ook stroom op staan. Ja. What the fuck? Zo, okay. Dit had ik dus echt niet verwacht. Ik dacht echt van, ah, dat zou je geen stroom, waarom zou het erop staan? Maar daardoor was opeens de kans dat het vanuit de kerk kwam een stuk groter geworden. Dat vind ik misschien nog wel enger. Ik had dat niet verwacht. Alsof er iets viel ofzo. Ja. Zit er een motion sensor even op een andere plek? We waren weg en hij ging nog een keer af, weer achter ons aan. Dus toen dacht ik, oké, dit lijkt alsof er loopt iets achter ons aan. Of het is gewoon misschien met een vertraging of zo, weet je wel. Dus loopt nog steeds achter ons aan. Was het omdat wij daar waren, denk je? Ja, dat lijkt me wel logisch, maar... What the fuck? En nu was er letterlijk niemand en we bewogen nauwelijks. En hij gaat opeens nog een keer af. Oh mijn god, ik heb het gezien. Zullen we gaan? Dit vind ik nog steeds echt heel bizar. Wie was dat? Wat is dit? What the fuck, ik word ook gebeld door anoniem. Oh. Ik word eigenlijk misschien nooit echt gebeld door anoniem. Soms nummers die ik niet heb opgeslagen. Zal ik opnemen? Ja, zeker. Oké, fuck it, ik neem op. En geen verbinding. Huh? Dat is vreemd.
En dat ding gaat weer af. What the fuck, fucking ouwe. Ik denk dat we ook, ze willen ons weg of zo. Of de gast loopt hier gewoon weg. Dat is klaar. Dat is klaar. We gaan naar buiten. En we wisten niet goed wat er aan. En dat was het einde, weet je. Dus ja, een enge aflevering moet ik zeggen. En wel weer interessant of zo. Maar goed. Wil je het nou vaker zien? Laat het even weten. Hier is een soortgelijke video. En abonneer even op dit kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tjallas, doe je later, mother bitch.